prachtige prestaties, maar zeker zo mooi was ook het schitterende decor dat de achtergrond vormde voor de tocht. Want welke gemeente leent zich nu meer voor zo'n wielertocht? Van het polderlandschap tot aan de Sneeuwwal. Hier vormde Bergendal letterlijk het hoogtepunt van de tocht. En dan het heden. In Bergendal, dames en heren, leven we niet geïsoleerd van de rest van de wereld. We hebben te maken met vele ontwikkelingen. In onze regio, in ons land, en in Europa en in de wereld. Oorlogen, aanslagen, oplopende spanningen tussen bevolkingsgroepen. Waar zal het heen gaan na de Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar? Hoe gaat het met Europa? Hoe zal het zijn in Amerika onder Trump? De oorlogen met al die vluchtelingenstromen die ze met zich brengen. En wie het nieuws volgt, die kan zomaar het idee krijgen dat het alleen maar slechter gaat. Maar het tegendeel, dames en heren, is feitelijk het geval. Maar goed nieuws verkoopt nu eenmaal minder goed dan slecht nieuws. Ik zie dat de Gelderlander ook al is opgehouden te schrijven. Steeds minder mensen in de wereld zijn arm. Steeds minder mensen hebben honger. Steeds meer kinderen gaan naar school. Steeds minder mensen, ondanks de ellende in het Midden-Oosten, steeds minder mensen sterven door oorlog en geweld. We zijn er nog lang niet. En op de lauweren rusten is niet aan de orde, zolang er nog honger en oorlog zijn. Maar in bijna ieder opzicht gaat het bestendig beter voor de meeste mensen in deze wereld. En ook dichter bij huis zijn er positieve ontwikkelingen genoeg. We raken de crisis te boven. De huizenmarkt trekt aan. En de werkloosheid daalt. Op gemeenteniveau gaat het ook goed sinds de herindeling. De harmonisaties van alle regelingen zijn goeddeels afgerond. De ambtelijke organisatie loopt goed. En de gemeentelijke financiën zien er ook zeker niet slecht uit.